Ja, Daniel Nijhoff, vanmiddag verliezen met 1 tegen 3. Maar die nederlaag, is dat tegen een ploeg die gewoon beter was? Ja, zeker in deze wedstrijd. Als je het over de hele wedstrijd bekijkt, zei ik net ook tegen je collega, dan hebben wij vandaag verloren van een ploeg die vandaag in ieder geval beter was dan wij. Waar waren hun benen? Nou, waar waren zij beter? Ik vond in een groot deel van de eerste helft dat wij werden gedwongen om veelal de lange bal te spelen. Ze zetten ons vrij vroeg onder druk. Nou, dat is op zichzelf niet een probleem, maar dan moet je in staat zijn om zeg maar, die tweede bal die eruit valt, om die dan te winnen. En daar zijn we eigenlijk niet goed in geslaagd. Waardoor we in de eerste helft lange tijd zeg maar, de onderliggende ploeg waren. En eigenlijk op het moment dat we wat beter in ons spel raakten, de eerste helft. En we ook uiteindelijk die aansluitingstreffen maken. Dan zie je ook dat het vertrouwen groeit. Met meer lef werd gespeeld. En ja, dan dwing je ook meer af. De tweede ballen waren in die fase voor ons. Ja, dan kun je iets dominanter zijn. En dan hoop je dat je de tweede helft door kan trekken. Ik vond dat we goed begonnen de tweede helft. Maar uiteindelijk zakt dat dan weg. En dan ben je vandaag niet goed genoeg om van Goes te winnen. Wat deden jullie in de eerste helft waardoor er toch een ommekeer lichtelijk kwam? Waardoor je toch wat beter in die wedstrijd kwam? Nou, dat heeft ook met momenten te maken. Ik vond dat we over onze linkerkant uitstekend door konden voetballen. In de samenwerking met Mark en met Stef. Die zaten goed in de wedstrijd. En daar haalden we veel. Denk ik voor onszelf veel vertrouwen uit. Bas de Hoog die wat meer uitweek naar de linkerkant. Hè, waardoor we ook via kort combinatiespel in de 16 meter kwamen van de tegenstander. Ja, en dan heb je ook een klein beetje geluk nodig. Dat je goed durft door te sluiten van achteruit. En je de tegenstander dan ook onder druk kan houden. Alleen, ik vond de periode waarin ons dat lukte te kort. Waardoor gelukt het in de tweede helft dan toch tussen de vingers door. Die druk wat je toen er toch wel aardig op had op Goes. Ja, weet ik niet. Kijk, het was niet onze bedoeling om achteruit te lopen. Hebben we ook niet gedaan. Maar ik denk dat toch met te weinig overtuiging. Met voldoende agressie en druk vooruit om de tegenstander aan het wankelen te krijgen. Dat lukte in het begin van de tweede helft nog wel. Maar dat liep op een gegeven moment weg. En dan maken zij die 3-1 dan voelen spelers ook een klein beetje dat zo'n wedstrijd gespeeld kan zijn. Normaal gesproken niet bij 3-1, maar wel als je merkt dat je de onderliggende ploeg bent. Wat haal je uit deze wedstrijd uit richting de komende weken? Het is voor ons gebruikelijk om dat op dinsdag eens even met de groep te bespreken. Kijk, niks gaat vanzelf. We hadden voldoende veel vertrouwen voorafgaand aan de wedstrijd. De laatste weken redelijk tot goed veldspel. Dus ik denk dat we ook niet in paniek moeten raken en doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen met elkaar. Ik vind ons, als ik dat dan vergelijk met vorig jaar, wat vaster, wat makkelijker aan de bal. Dreigend vanaf de zijkanten voorin. Dus daar kunnen wij prima mee door. Dankjewel. Graag gedaan.